Gisteravond triomfeerde Bayern München in de Champions League finale in het Londense Wembley. Dat legendarische stadion was 20 jaar geleden ook het decor waarin voetbalclub Antwerp als laatste Belgische club een Europese finale speelde. Het Italiaanse Parma won toen de Europa Cup 2 na een 3-1 zege tegen de Great Old. Een avond die in het collectief geheugen gegrift staat. Zeker bij de supporters van het stamnummer 1. En vanmiddag vierde Antwerp de verjaardag van misschien wel het mooiste moment in de clubgeschiedenis. En ze deden dat met een galamatch tussen de Wembley-ploeg en een selectie All-Stars. Zo zagen de helden van Wembley er 20 jaar geleden uit. Bijna allemaal zijn ze vandaag aanwezig, de ene al wat meer pens dan de andere. Het is een leuk weerzien met het stadion en zijn catacomben, die blijkbaar nog niet al te veel veranderd zijn. Wat vindt u van de sfeer op dit moment? Het is te hopen dat de sfeer nog iets beter wordt dan nu, hè? Toch? Ja. Je wordt hier niet gelachen. Zie, het is bloedserieus. We zijn precies op Wembley terug aan het shotten. Ja. Meneer Kiekes, uw eerste indruk? Oei, meneer Kiekes is kwaad. Hoewel het een galawedstrijd is, komen er toch tactische richtlijnen aan te pas van toenmalig trainer Walter Meeuws. Wij zijn de laatste Belgische ploeg met een Belgische trainer. Met 8 Belgen in de ploeg die dat een Europa Cup finale gespeeld hebben. En ik denk dat dat nog lang gaat duren. In mei 1993 trokken zo'n 20.000 supporters het kanaal over naar het legendarische Wembley. Met een kleine 6.000 man staan ze er 20 jaar later nog steeds voor hun ploeg. Maar je moet zulke mensen hebben. Voor mij is dat wie religie. Dat is de club. De kleuren rood en wit. En dat is de club, dat zijn de supporters. De Great Old verloor hun Europese finale. Sisse Severijns scoorde het enige Antwerpse doelpunt. Ik moet eerlijk zeggen, ik was toen echt van de wereld. Ik herinner mij dat daags voor de wedstrijd dat Karel Luibrechts me vroeg van Sisse, wat ga je doen als je scoort? Ik zei, Karel, ik weet het niet, misschien loop ik wel gewoon met mijn hand omhoog. En achteraf gebleken was dat dus ook wel zo. Wembley betekent natuurlijk heel veel voor ons. Hè. Het enige nadeel, blijf ik nog altijd zeggen, is dat we die wedstrijd natuurlijk niet gewonnen hebben. Maar het parcours ernaartoe en de wedstrijd zelf achteraf, de sfeer daar rondrent, dat was gewoon top natuurlijk. Dat is iets dat je moet koesteren. De Wembley-ploeg krijgt het niet cadeau van de All-Stars. Clubicoon Alex Czerniatynski moet geblesseerd toekijken hoe Patje, Boom Boom Goots en King Darko op dreef zijn. Ik denk dat onze ploeg was echt een schitterende ploeg. Misschien niet met veel vedet, maar wel een echte groep. En we hebben een schitterende seizoen met die beker van België gewonnen. En dan op Wembley de finale kunnen spelen. Een beetje onverwacht voor iedereen. Maar als je ziet, die supporters die zijn er vandaag gekomen voor ons. En dat vind ik schitterend. Ook 20 jaar later kan het Wembley-team niet winnen. Het wordt 6-6 op de Bosuil.